Nadat je bent ingelogd op Blogspot of Blogger, dan kom je op deze pagina terecht. En hier linksboven staat er een link View Your Blog. Of misschien als in Nederland staat er dan bekijk je blog of zoiets. Dat kan zijn dat dat iets anders is. Maar alleszins deze link hierboven. Als die hier niet staat, dan kan dat zijn omdat de menu is ingeklapt. Dan moet je hier op dat knopje drukken. Zodat de menu openklapt. Als je dan hierop klikt, dan opent je blog in een nieuwe tab. En het is deze link hier van boven die dat je naar mij moet opsturen. Ik ga ook even uitleggen hoe dat je blogposts kunt maken, want dat is ook belangrijk dat je dat op de juiste manier doet. Dus je zit terug op het beheerscherm van je blog. Om een nieuwe post te maken, klik je hier op Posts. En dan krijg je hier een overzicht van alle posts dat je al hebt gemaakt. Maar dat kan zijn dat dat leeg is als je er nog geen hebt gemaakt. Om een nieuwe post te maken, klik je hieronder op een plus, op de plus. En dan kun je je post beginnen schrijven. Hierboven typ je dan een titel. En hier vult je dan in eigenlijk waarover dat je blogpost gaat gaan. En hieronder, in dat groot vak, schrijf je dan de tekst dat je wilt schrijven in je blogpost. Dus dan kun je schrijven van ik heb vandaag dit gedaan of ik heb vandaag dat gedaan. En een paar andere functies dat je ook nog kunt gebruiken zijn hier van boven om een afbeelding in te voegen. Als je hierop klikt, dan kun je kiezen om een afbeelding van je computer te uploaden. Dus ik zal dat nu eens even doen. Klik hier op Choose Files en dan kies ik hier een foto. Voilà, die wordt nu geüpload. En als ik hier nu op klik, allee, dus die selecteer, en dan hier van onder klik op Add Selected of toevoegen, dan komt die afbeelding in mijn blogpost. En dan gaan andere mensen die ook kunnen zien. Een tweede optie dat je hebt is om een video in te voegen. Dat kun je doen door dat knopje hierboven. En dan kun je, oftewel hierbij upload. Een computer, een videobestand dat al op je computer staat, uploaden naar je blog. Of je kunt hier bij From YouTube zoeken achter een YouTube-video dat je wilt invoegen. Dus ik zal pakken liedje, ga maar iets intypen. En dan gaat hem zoeken op YouTube. En dan kun je die selecteren en dan invoegen. Of je kunt ook, als je al een YouTube-account hebt en je hebt daar een video op geüpload, dan kun je die ook hier kiezen als je bij My YouTube-video's klikt. Dan krijg je een lijst van alle video's dat je hebt geüpload op YouTube. Als je dan klikt op een van die video's en je kiest Select of invoegen, dan wordt die hier toegevoegd op je blog. Dus dan kunnen mensen zowel die foto als die video zien. Nu, heel belangrijk, om die post op te slagen, kun je op save drukken, maar dan gaat nog niemand die blogpost kunnen bekijken. Dat is alleen privé voor je eigen opgeslagen. Als je wilt dat andere mensen die post willen kunnen zien, en dat moet je doen, want anders kan ik die ook niet zien, dan moet je hier klikken op publish. Als je dat doet, dan wordt je blogpost opgeslagen. Voilà, dat is opgeslagen. En je ziet, dus die blogpost dat we juist hebben gemaakt, die is hier bijgekomen. Als we dan gaan zien, hier terug naar View Your Blog, dan zien we dat de blogpost dat ik juist heb aangemaakt, dat die hier dus is toegevoegd.